Oekraïne gebeurd is. Dus er zijn zeker een aantal risico's waar verschillende overheden aan kijken. Dat is niet mijn job, daar wil ik ook niet echt een mening over hebben in deze uitzending. Maar ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk het leveragen van bepaalde capabilities die wij hebben, die China hebben, dat dat ons verder zal brengen dan een houdere opstelling. Hoe serieus zijn pogingen van Europa onder andere? Er werd volgens mij in april nog eens over 43 miljard euro ter ondersteuning van de European Chips Act. Om het dan maar voor een deel zelf op te gaan zetten om die afhankelijkheid van China af te bouwen. Maar ondertussen investeert China met net zoveel gemak hetzelfde bedrag en zie je dat ook in Amerika gebeuren. Zie jij een wapen, nou niet een wapenwedloop, maar een wedloop op dit vlak? En heeft dat dan zin? Kijk, chips zijn inmiddels ongelooflijk belangrijk voor het functioneren van de economie. We hebben gezien tijdens corona wat er gebeurt als er onvoldoende chips komen. Ze zitten wettig in elk apparaat een sterke reeks een chip in. Dus het is die